Hoe begin je met het daadwerkelijk schrijven van een boek? Ten eerste, na een goed idee, wat dan een lang rijpingsproces doorgemaakt heeft, moet je een paar punten afwerken eigenlijk. En ik zou zeggen, schrijf ze op. Ga het gewoon uitzitten werken. Er staan er ongeveer 14 in ons boek. En ik ga er een paar van noemen. De eerste is kies een genre, bijvoorbeeld de roman. Of een kinderboek of non-fictie. Het volgende is kies hoofdpersonages. Ik zou zeggen, doe er niet meer dan 3. Dan kies bijpersonages, doe er niet meer dan 6 of 7. Dan een thema. Liefde, dood, schuld, jaloezie, angst, mag allemaal. Dan subthema's daaromheen. Je kan het ook uittekenen. Dan de periode. Wanneer speelt het zich af? Bijvoorbeeld de jaren 80 in Amsterdam. Maar ook hoe lang duurt het? Speelt het boek zich af in 1 dag of in 1 jaar? Waar is het? Wanneer is het? Allemaal heel erg van belang. En werk het allemaal uit. Er zijn nog veel meer dingen. Bijvoorbeeld, hoe moet het beginnen? Hoe moet het eindigen? Allemaal zaken die je eerst op moet schrijven voor je begint. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Ik ken een auteur die vouwt een A4'tje in 8 vakjes. En die zet dan in elk vakje precies wat er volgens hem gaat gebeuren. Ik ken ook een auteur die heeft enorme behangrollen waar hij dan allemaal grote bollen op zet met scènekettingen die in elkaar grijpen. En dan plakt hij dan weer post-its op met allemaal invallen. Ik ken ook een auteur die alles gewoon in kleine boekjes noteert en dan later daar een volgorde in aanbrengt. Alles mag van mij, als je het maar van tevoren bedenkt. Vond je dit een handige tip? Kijk dan ook op ons YouTube-kanaal Sebus Bisseling of op onze website sebusbisseling.com en dan kan je ook het boek bestellen.